eerste kandidaat. En dat is Julia van den Bulk uit Schravenwezel en al zijn vrienden. Hallo. Jij bent Julia. Jij komt naast mij staan. Hallo. Hallo. Wat een bende, zeg. Hallo. Goedenavond. Dat is de moeite, hè? Jullie zijn, jullie hebben allemaal zo'n blaasding meegebracht. Een hoorn heet dat, hè? Jullie zijn van de jachthoornvereniging. Ja, van een jachthoornvereniging. Van waar? Van Weinigem. Van... Fugamus van Weinigem. Ja. Met hoeveel leden zijn jullie daar? Wij zijn met 9 mensen. 9 leden. En waar spelen jullie vooral? Ja, op optredens zoals een huwelijksmis, een jachtopening, een ochtendrit met de paarden. Doe jullie dat zelf ook met de paardrijden? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Nee, nee toch niet? Want je ziet ze soms in films zo toet en met toeteren. Dat doen jullie niet? Dat zal dan wel film zijn. Maar jullie mogen wel de konijntjes achteraf opeten ofzo? Die mogen we dan wel opeten. Ja. Zeg, natuurlijk, jullie hebben dat niet voor niks meegebracht. We zouden daar toch eens een staaltje willen van horen. Van, wat gaan jullie spelen? Ja, dat kan. We gaan ons eigen nummer spelen. Een van onze eerste nummers. En dat is daar ook geschreven door de dirigent zelf. En dat heet Fugamus, zoals de groep zelf. Dan gaan we naar luisteren. Een stukje luisteren. Hoe heet jullie groep? Fugamus. Fugamus, Fugamus. Wij gaan de Flying Pickets doen. Flying Pickets. Maar dat is wel extra moeilijk. Hoe brengen jullie dat nummer? Wij brengen het dus volledig a cappella. Dus zonder de toeters hier? Ja, wel zonder de toeters en zonder één enkel instrument. Dus gewoon, en op welke toon weten jullie dat jullie moeten beginnen? Wij hebben dus voor ons begintoon een synthesizer meegebracht. Dat is dus een toestel, een orgel eigenlijk. Ja, dat kennen we wel. Het is synthesizer. Ja. En daar krijgen wij dus onze eerste begintoon mee. En dan de rest... De rest gaat... Dus zonder muziekband wordt het. Oké, welk liedje wordt het? Okay. Only You van de Flying Pickets. Oké, dames en heren, de Flying Pickets. For another day.
the touch of your hand behind a closed door. All I needed was the light.